Goedendag, welkom bij deze video. Ik ben Tycho Schaaf, namens Tom. Tom, van harte welkom. Dankjewel, Tycho. Ja, vandaag een mooie dag in Amsterdam met natuurlijk de beursgang van Adyen en daar is wel wat gaande. Ja, jij stond hier gisteravond met Nico Ingberg en nou, jullie hadden dit ook niet voorzien. Het aandeel opende op 400, wat al verbazingwekkend was, en zojuist zelfs de 500 aangetikt. Loopt nu wel wat terug, maar dit, ja, de range was 240 en we staan nu gewoon eigenlijk over de dubbele heen. Ja, dus de beursgang staan de kopers van het eerste uur in ieder geval op 100% winst. Ja, precies. Dat waren in eerste instantie alleen professionele beleggers die op de IPO mochten inschrijven. Nu is het de beurt aan particuliere beleggers die dus gewoon... het aandeel is verhandelbaar op Euronext nu. En die zijn ook positief, dus iedereen... Die vissen vooral naast de boot, Tom. Wij zagen dat natuurlijk ook met orders. Dat ja, er zijn wat mensen die 400 bereid zijn te betalen. Maar Nico zei het gisteren al, 275 meer niet. Ja, dan is dat natuurlijk wel een beetje flauw om 400 op de borden te zien en dan nog even zien oplopen. Dat is echt een apart verhaal. De vraag is, hoe lang kan dit nog doorgaan? Is dit echt speculatief of moet het nu al wat teruglopen? Maar ja, het is altijd leuk om dit soort actie in de gaten te houden. Ja, wat spannends op het Damrak. Uiteraard speelt er meer. Adyen is de main thing nu eventjes. Maar vanavond hebben we de Fed, morgen de ECB, vrijdag de Bank of Japan. Genoeg interessante data die onze kant op komt. Het is eigenlijk de week van de centrale banken. Als je kijkt naar de euro-dollar, is gewoon super sterk de afgelopen tijd. In Amerika draait de economie eigenlijk beter dan de rest van de wereld. Ja. Je ziet dus ook dat de Fed de rente wat sneller verhoogt. En dat komt natuurlijk ten goede van de dollarkoers. Die is behoorlijk aangetrokken en dat zien we ook in deze grafiek vanaf eigenlijk half april, eind april tot en met nu. Behoorlijke opmars. Amerika is natuurlijk ook het land waar de groeimotor op volle toeren draait. Dat zien we ook aan die cijfers. En wat zijn dan de gevolgen voor de rest van de markt? Want nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk wel positief voor Europa dat de dollar in die zin sterker wordt. Maar als we in Amerika kijken, zie je dat de S&P eigenlijk achterblijft. Ja, zeker. S&P is eigenlijk de zwakste broeder van de grote indices. Heeft ook nog een beetje last gehad van de spanning in de wereld qua handelsconflicten. Maar die komen nu toch wel ook op wat cruciale niveaus. Want de Nasdaq en Russell zijn eigenlijk al lang bezig met nieuw high zetten. Als we hier naar kijken, is de S&P nog niet zo ver. Staat nu ook eigenlijk op in de buurt van de hogere niveaus van februari, maart. Ja, en dan praten we nog niet eens over de top van januari. Nee, en de vraag is, als we hier doorheen kunnen breken, is dat een sterk teken? Maar daar zal vanavond ook wel belangrijk in zijn. Wat gaat Powell zeggen over... in ieder geval de rente, dat hij omhoog gaat, staat eigenlijk zo goed als vast. Precies. Voor vanavond. Ja. Alleen wat gaat hij zeggen over de verdere renteverhogingen voor de komende periode? Ja. Wat gebeurt er 2018, 2019? Wat is het rentepad wat de Fed eigenlijk in wil gaan? Oké, spannend. En dit is wel een niveau, ja, we hebben een hele simpele streep getrokken, maar die 2800 punten grens, daar moet hij wel doorheen breken. En als dat gebeurt, dan denk ik dat we in Amsterdam ook wel weer... In Amsterdam zijn we nu eigenlijk ook een beetje in niemands land. Je zei het al, we profiteren natuurlijk wel van een zwakkere euro, beter voor de export. Maar we zijn nog niet dicht bij de toppen van eerder dit jaar. Het is eigenlijk een beetje in niemands land eigenlijk. Ja, precies. Maar dat kan heel snel omslaan. De komende dagen gaat het wel gebeuren. Ja, want donderdag hebben we natuurlijk ook de ECB met het rentebesluit komt. Wat daar eigenlijk belangrijk is wat gaat Draghi zeggen over het afbouwen van de quantitative easing, het opkoopprogramma. Het is nu nog 30 miljard per maand. En er wordt al gesproken van, goh, gaat hij tippen dat aan het eind van het jaar, dus in december, eigenlijk het hele opkoopprogramma moet stoppen. Dus wat hij daarover gaat zeggen is eigenlijk cruciaal en dat heeft natuurlijk in Europa heel veel invloed. En daarmee misschien nog wel belangrijker dan wat de Fed gaat vertellen. Want ook als je kijkt naar de optiemarkt, dan hoef je niet zo heel veel te verwachten vanavond. Maar, maar morgen wordt wel... Dan wordt er wat meer actie verwacht. Ja. En dan tot slot hebben we vrijdag ook nog de Bank of Japan die met een rentebesluit komt. Dus een paar spannende dagen het kan nog niet op Adyen om te beginnen. Maar er staat in ieder geval... beleggers hoeven zich nu even niet te vervelen. Nee, precies. Er is weer wat actie deze week en daar hadden we allemaal wel op gehoopt. Duidelijk. Tom, heel erg bedankt voor je uitleg. We zien elkaar mogelijk deze week nog terug hier met nieuwe updates. Ja. Afhankelijk van wat er speelt op de markten. U ook bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Tot ziens.